Dinsdag, April 2021. Let's start our lovely workout. So, today you need dumbbells or water bottles. What we do today, bicep curls, that's our third exercise. En bicep curls moet je niet te licht doen. Dus ik zou echt zeggen 3 kilo minimaal of meer. En our middle exercise is for the waist. I like good waist training. But that one is quite a lot of things going on, so I only do 10 reps. And the eerste is low impact, so we start with a low impact exercise. No jumping today, some of you really like that. En dan gaan we lekker met de handen op de grond. Nou, dat is ontzettend vermoeiend en daarom doe ik 20 reps. Zo, maak even wat ruimte om je heen. Val niet over dingen op de grond, je huisdieren bijvoorbeeld. Zo. I'm going to place my foot on the floor. En ik zet mijn handen naast mijn voet. So my right foot's forward. And I'm going to pull my knee up. Zet kracht. Yes. En ik hou mijn billen laag. So what I usually see is people putting their hands in front. Putting more pressure on the shoulders. Dus let op. Niet de handen voor de voet. Naast de voet. And then what I see during this exercise, people come up with their body. So please try to correct yourself. Blijf laag met de bil. Okay, are you ready? I'm going to 20 reps. If I feel it's not enough, we're doing the third and fourth round with a 1 minute timer. Nou, laten we even kijken hoe het gaat. Alright, you ready? Tell me if you're not, send me a text. Okay, here we go. 1, 2, buik in. 3, billen laag. 4, open chest. 5, 6, 7, 8, kom op, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, buik in, 16, 17, 18, 19, 20. Helemaal goed. Dus het is de bedoeling dat je voelt in je standbeen. If you don't feel it in the standing leg, then you need to do longer. So, I want to suggest doing the third and fourth round with a timer. Yes, let's do it. Okay. Rechterarm gewichtje. Leg straight, knijp je billen, buik actief, pull in the belly, the butt cheeks. Mijn andere hand zet ik even neer en place my hand on my hip without pulling up my shoulders. En wat ga ik dan doen? Mijn arm over mijn hoofd, so making a side bend without shortening my neck. Dus let even hier goed op. Dan trek ik hem omlaag, pulling it down. Then lowering my arm, pulling the other side lengthening terug. Dan til ik hem opzij. Ga ik die kant op, terug en laag. So that's one rep. Over, onder, zij en terug. Okay, let's get started. 10 reps, here we go. Billen, buik actief. En push. En laag. Gestrekte arm, boom. En opzij, trek je buik in. 2. En laag. En opzij. En terug. En 3, schouder, laag, schouder, middel, push, 3, en terug. Dus let even op die zijbewegingen. Strek, intrekken. Yes? Okay, let's go. 4, en down, en op, reach, buik in, terug. 5, pull, down, en strek, duw en knijp je bil. 6, je moet even nadenken bij deze oefening. Hè? Have to do some thinking during this exercise. It's okay. And if it goes wrong, I do it wrong sometimes too. It doesn't matter. 7, en laag, trek je buik in. Duw, push, en goed zo. You feel the shoulder. 8, en reach, en push, trek. In. En 9. Laag. En duw. Zij. In. Laatste keer. Push. En down. En duw. Reach. Terug. Helemaal goed. So, after a few reps, you find the way you do it. And that's fine.
Oké. Dus kijk, ik deed het ook fout. Ik dacht, moet ik nou de video pauzeren? Moet ik het even overdoen? Ik dacht, nee, weet je, dus laat je zien dat ik het ook wel eens fout doe en het is oké. It doesn't have to go smooth all the time. Elleboog in zij. Now brace your core again and never lean back during a bicep curl, please. Handpalms are facing up. Dus kijk even naar mijn handpalmen, die wijzen omhoog. Ik hou mijn polsen recht. First I open my chest en ik hou mijn schouders breed en laag. Oké, daar gaan we. Op en helemaal naar beneden. Twee. Helemaal naar beneden. Drie. Ga nog even door. En vier. All the way down. Vijf. Knijp in je handen. Helemaal goed. Zes. Helemaal naar beneden. So you want to use full range of motion, but going all the way down. En acht. En press. Buik actief. Negen. En press. Settle. Tien. En terug. Dus je mag ook je ellebogen op je lichaam zetten. Of er tegenaan. 12. En down. Shoulders open. 13. En down. Keep breathing. 14. En down. Dus ik voel hem nu al. Dat is fijn. Dan ga ik nog even door. Dan weet ik dat ik sterker word. 16. En down. Keep going. 17. All the way down. En 18, prima. Nou, I feel it already, it's great. 19, press down. En 20, press down. Yes. So, the bicep curl, just like any other exercises, has two phases of the movement. The concentric phase, this is the short, where the muscle becomes short. And the eccentric phase, and this is where the muscle is lengthened while under tension. And this is what makes you stronger. Dus probeer altijd, daarom zeg ik ook altijd, strek je benen terwijl je de buikspieren aanspant. Dat is hetzelfde, dat is ook die excentrische fase van die spieren. En als je dan leert aanspannen, word je ontzettend sterk. So, please use that lengthening of the muscles while contracting. It gives you so much, I promise you. Okay, let's go to the other leg. So now, I want to invite you to go, because now I did my right foot, going to do my left foot now. Ik doe nu 20 herhalingen, daarna ga ik het moeilijk maken. Oké, keep your chest up, so don't go round with the back, oké? Open the chest, here we go. 20, 19, ver weg, 18, 17, billen laag, 16, 15, keep breathing, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, kom op, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Helemaal goed. Kom rustig omhoog. Nou, we zullen zien of ik coördinatief sterk genoeg ben om dit op links ook nog te doen. Knijp je billen. Reach en pull. Reach en pull. Zet kracht opzij, buik in en terug. Heel goed. En 2. En trek. En 3. En trek. Boom. Opzij en terug. Heel goed. 3. Laag. Opzij. Knijp je bil. Haal je nek lang. En 4. All the way up. All the way down. Zij. Buik in. Terug. En 5. Trek. Laag. Helemaal buigen. Push. So again, this is the same as I talked about. I'm lengthening my waist. Excentrische contractie. Schouders laag. Press. Buik in. En 7. En nu leg ik mijn hand op mijn buik. Op. Trek hem in. Terug. En laag. 8. Down. Opzij. Duw het terug. Laag. 9. Down. Helemaal uitrekken. Push. Duw. Terug. Laag. Last one. 10. Press. Down. En up. Push. En terug. Helemaal top. We gaan naar de bicep curls. So, 20 reps for me was perfect. I don't know about you. You might need 22. Whatever. Oké, schouders laag, billen aanspannen.
En 1, en nu druk je hem omlaag. En 2, en nu druk hem omlaag. 3, press down, heel goed, open chest. 4, en down, hou je billen en buik actief. 5, so don't arch your back. En 6, en down. En 7, en all the way down. 8, zet kracht hè. Misschien voel je verschil tussen je twee armen. 9, helemaal beneden. 10, all the way down. 11, zet kracht. 12, push down, hou je schoudersbreedte en laag. 13, en down. 14, yeah. 15, en laag. 16, almost there. En 17. Yes, 3 more. 18. Dus let op, hè. Niet te veel aan die pijn denken of aan wat je voelt. Just distract yourself with your mind. Last one, 20. Press it down. Super. Hartstikke goed. Nou, we zijn ietsje langer bezig vandaag. Ik denk dat we zo wel klaar zijn. Just keep going. Alright, 1 minute, here we go. 1, rechterbeen, 2. En push, don't count. Nou, tik die voet lichtjes aan op de grond. Open je borst, haal je billen laag. Haal je handen dicht bij die voet dus. Keep breathing. Tik hem aan, tik hem aan. Let's go. Helemaal ver weg. Navel in. Suck up your belly. Drop your body. Kom op. Ga nog even door. En dan voel je dat in je standbeen. En dan hoop ik maar dat je dat voelt. Yes, I hope you feel it in your standing legs. Yeah. Ietsje lager met je bil. Het is bijna onmogelijk. Exhale. You can do it. Kom op met je pit erin. Don't drop your leg. Make it active. Go for it. Ah, ik voel hem heel goed nu. En hij is nog 8 seconds. I can manage that. Yes, it's more effective with the timer. Go, go, go. Yes, dat is hem. Heel goed. Nice. So, that was nice. I liked it better than the reps. Oké, gaan we dan? Nou, ik heb nu 2 ronden gedaan. Dan weet ik precies wat ik aan het doen ben. Hand in mijn heup. Je mag hem ook op je buik zetten. Zodat je misschien om die hand wat kan intrekken. Nek blijft lang, hè? Push. Laag. En druk. Buik in. Terug. Billen aanspannen. 2. En laag. En duw. Zij. Terug. Heel goed, jongens. Kom op. 3. Laag. Extending the other waist. Push. Reach. Terug. 4. Laag. Niet te snel bewegen hè, bij deze. Take your time with this movement. Anders wordt alles een trop. En down. Yes. Push. In. Terug. En 6. En laag. En push. Navel in. En 7. Down. Duw opzij, navel in, can you feel the shoulders? 8. En trek. Heel goed. Dus die krijg je er gratis bij van mij, hè? Haal nog even vol. 9. En push, reach back. Benen zijn stil, last one. Arm. En press, reach. Heel goed. So, this side I already did. En I don't have to do it no more. Ik neem even een slokje en dan ga ik verder met mijn laatste. Nee, nog 2 keer missen. Ik kom naar de laatste ronde. So, drink enough water. It's important. Ellebogen in je zij. In de app staat ook een reminder daarvoor. Dan kun je invullen hoeveel water je drinkt op je laatste menu, pagina 2. Knijp je beeld 3. Open your chest. Yes. En 4. En druk. Goed zo. En 5. En druk. 6. Push down. 7. Rustig aan. 8. En 9. Yes.
10, kom op jongens. En 11, dan lean back. 12, all the way down. 13, let's go. 14. En 15. Push it. 16. We zijn er wel. Schuiventje. 18. I feel it. 19. Press. En de last one. 20. Push. Helemaal goed. Oké, that's it. Love it. Ik leg ze even uit de weg, want anders val ik er natuurlijk over. So now it's time to set my timer. Final round, let's do it. Here we go. En verder, 2. Borst omhoog, 3. Kom op, ik tel nog steeds automatisch, maar het was niet meer nodig. Want ik heb mijn timer. Blijf doorgaan, ik heb hem ver weg. So don't put any pressure on the shoulders. Try not to pull them up. Hou die schouders laag. Billen lekker laag, kom op. En doorgaan. Even lekker knallen op de vroege morgen. Train jij liever 's avonds, jongens? Nou, ik vind het altijd heel onprettig 's avonds. Ik doe het liever gewoon 's ochtends. Dan ben ik de hele dag tevreden over mijn eigen. Over mezelf. Kom op, jongens, doorgaan. Fire it up. Kom op, speed it up. En we gaan 10 seconden. Dat ga je lukken. Almost in the shower. Keep going. Schouders, billen, let erop. Yes, that's it. Heel goed. Nou, om goed resultaat te krijgen, zal je jezelf een beetje moeten pesten en een beetje moeten pijnigen. Anders gebeurt er niks. Nou, en dat doe ik natuurlijk graag samen met je, hè? I'm hurting myself, just to keep you in shape. Let's go. Strakke benen, strakke billen, strakke buik, hand op de heup, shoulders relaxed. Oké. Komt ie. 1. Laag. En reach. Push. Terug. 2. Down. En push. Navelin. Dus je ziet dat als die arm gestrekt is, dan is die oefening ineens heel zwaar. En dan weegt dat gewichtje veel meer voor je gevoel. En 4. Up. Down. Terug, billen aanspannen. Yes. 5. Laag. En terug, trek hem in. En 6. Als je arm niet opzij kunt strekken, mag je hem natuurlijk ook buigen. So if you cannot extend it no more, please bend it. And it's a little bit easier. 6. Down. Trek hem opzij. Goed zo. 7. En laag. En opzij. Reach. Yes. En 8. Down. Heel goed. En reach. En 2 more. 9. En laag. En terug. Bam. Last one. Here we go. 10. Push. Down. En reach. Tak! Geweldig mensen. Zo, mijn final bicep curl. Here we go again. Here we go. Elleboog in de zij, handpalm omhoog. So what you see the most common mistake is people moving their chest or moving their wrist. Don't do either one of those things. Oké, dan gaan we dan. Zakken, dus polsen, niet bewegen en ook je romp. 2, druk omlaag. 3. Helemaal naar je been. 4. Push it all the way to the leg. 5. Let's go. Press. 6. And down. 7. Let's go. 8. Yeah. 9. Push down. 10. Ja, we gaan er nog 10 doen. Less 10 times. Go for it. 9. 8. En 7. En go, 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 go. 6. En 5. En 4. Yes. En 3. En 2. En 1. Yes, I did it. Ik leg ze lekker terug bij de andere gewichtjes. Zo.
En wat heb ik ze mooi op kleur gelicht. Hè? Nou, zie je, dat was je het opgevallen. I wish everybody a lovely day. I hope you feel it. I hope you think about me. The waist, the shoulders, the abdominals. Heerlijk. Een hele leuke dag. Dat heb je weer goed gedaan. Complimenten van mij. My compliments for you for working so hard with me. Doei!